Ik was aan het werk op kantoor, het was 6:50. Ik hoorde 7 knallen. Voor mij herkenbare schoten uit een, denk, semi-automatisch vuurwapen. Ik heb een minuutje gewacht, want ik denk, ja, straks wordt er heen en weer geschoten. En toen ik niets meer hoorde, ben ik naar buiten gegaan. Toch te kijken of ik iemand zou kunnen helpen, eventueel. 3 gewonden gezien. Een jonge man, schot door het bovenbeen. Een jaar of 20, ik denk dat het met hem wel goed komt. Is oudere heer van een jaar of 50, schot door de bovenarm. Met hem zou het ook wel goed komen. En helaas een man van rond de 40, denk ik, eind 30. Nou, ik denk in de 30. Die echt zwaar gewond was. Schot door de buik. In ieder geval schot door de rechterborst. Ik moet zeggen, ik zou heel blij zijn als het met hem goed komt. Dan heeft hij verdomd veel geluk gehad. Het zag er niet goed uit. Het is niet goed. Maar goed, soms heb je pech aan de ene kant, maar toch geluk in het leven. Dus als hij het haalt, dan mag hij heel dankbaar zijn. Gelukkig was er een verpleegkundige ook in de buurt. Nou, die heeft hulp geboden. En het idee was hem tot rust brengen, zodat zijn bloed minder snel stroomt. In de hoop dat hij daardoor minder snel, zodat ik het zo zeg, dood zou bloeden. Ja. Waar zou dit vandaan kunnen komen? Heeft u enig idee? Ja, dat het blijft gissen natuurlijk. Nee, aan speculeren doen we niet. Nee. Dus het enige is feitelijke constatering. Iemand hier neergeschoten. Feitelijke constatering, 2 omstanders erbij stonden. Lijkt erop daarbij ook geraakt. En waar het vandaan komt, dat is niet aan mij.